Speciaal voor onze leden organiseert de brancheorganisatie Kinderopvang digitale bijeenkomsten over onderwerpen die nu van groot belang zijn. Zoals kinderopvang in verkiezingstijd en kinderopvang in de coronacrisis. Deze keer schrijft dokter Patricia Bruining aan. Zij is kinderarts en epidemioloog bij UMC Utrecht. Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde in het COVID-team geeft zij adviezen aan kinderartsen en doet veel onderzoek naar hoe besmettingen plaatsvinden. Dit maakt dokter Patricia Bruining de aangewezen persoon om de prangende vragen te beantwoorden die bij de BK-leden leven. Onder welke omstandigheden kan de BSO veilig open? Welke rol spelen kinderen in de verspreiding van de nieuwe, besmettelijkere varianten? BK-voorzitter Felix Rottenberg gaat samen met BK-beleidsmedewerker Rob Schaalje met Patricia Bruining en de BK-leden in gesprek. Hartelijk welkom allemaal bij het gesprek wat we gaan voeren met Patricia Bruining. Zij is kinderarts epidemioloog bij het UMC in Utrecht. Mevrouw Bruining, hartelijk welkom. Fijn dat u even tijd voor ons vrijmaakt. Kunt u nog even vertellen over uw vak? Want u bent een gerenommeerd onderzoeker. U doet eigenlijk alleen maar onderzoek, hè? Naar virus- en infectieziektes. Wat is de kern van uw vak? Ja, de kern van mijn vak is dat ik kijk hoe infectieziekten zich in kinderen gedragen en hoe we kinderen, maar ook de samenleving als geheel, het best kunnen beschermen tegen verspreiding van infectieziekten. En dan komt natuurlijk heel gauw vaccinaties om de hoek kijken. Dus voordat ik me met COVID bezig hield, hield ik me vooral ook veel bezig met onderzoek naar vaccins en vaccinatiestrategieën. Van hoe kun je nou vaccins het beste inzetten in de samenleving. En sinds we in de pandemie zitten, is mijn onderwerp vooral ook de rol van kinderen in de verspreiding van het coronavirus. Ja, nog even. Wanneer begon bij u COVID een zaak te worden in uw Dat was, dat weet ik nog goed, want dat was in februari vorig jaar. Ik denk 10 februari zoiets. Toen belde mijn collega mij op, Mark Bonte, ook inmiddels ook een van de vele bekende gezichten. De Europese Unie had toen net een oproep gedaan aan onderzoeksgroepen om met plannen te komen om dit virus te gaan onderzoeken. Want toen was eigenlijk al duidelijk van ja, dit houden we niet meer alleen in China. En toen zijn we als een dolle aan de slag gegaan met plannen te schrijven voor wetenschappelijke studies. En eigenlijk is daarna de trein blijven doordenderen, de COVID-trein, zeg maar. En er is ontzettend veel opgetuigd in het afgelopen jaar. We hebben natuurlijk heel veel geleerd, maar weten ook nog steeds heel veel niet. Wat weet u nou vooral niet? Dat vind ik heel interessant wat u zegt. Ik had een achterneef, de beroemde econoom Arnold Heertje. Mm-hmm. Die zei, als je niet weet wat je niet weet, weet je wat je weten moet. Ja. Nou, ik denk als ik even vanuit mijn eigen aandachtsgebied zeg maar praat. Een van de lastigste dingen om te onderzoeken is de rol van kinderen in de verspreiding. En dat komt omdat kinderen, dat weten we inmiddels wel, dit virus kunnen doormaken zonder dat ze daar überhaupt iets van merken. Of met hele milde klachten of atypische klachten die eigenlijk helemaal niet passen bij wat wij kennen als COVID, zeg maar. En we zijn altijd erg terughoudend met allerlei onderzoeken doen bij kinderen. We vinden het al vervelend om ze zo'n neustest te laten afnemen, laat staan bloedprikken en dat soort dingen. Dus het doen van onderzoek in kinderen is ook heel ingewikkeld. En die combinatie van dat je en moeilijk onderzoek kan doen in deze groep en dat ze dus ook zo onder de radar kunnen blijven, maakt dat we denk ik nog steeds best wel wat vragen hebben over hoe belangrijk is zo'n infectie bij zo'n kind nou als die in school zit. Wanneer is die nou wel besmettelijk, wanneer is die niet besmettelijk, zodat je daar wat meer echt gericht je maatregelen op zou kunnen nemen. Dat zou heel mooi zijn als we daar meer inzicht in zouden hebben. Die vraag die ik u nu ga stellen, die bespraken we ook met een collega van u, Jaap Goudsmit. Mm-hmm. Wat voor leken zoals ik, en dan hebben we onze leden, die zijn al veel meer experts, die met z'n 50en, 60en nu aan dit gesprek deelnemen. Wat maakt dat een kind tot 10 of 12
het wel krijgt, maar er geen last van heeft, of nog mm-hmm. jonger, überhaupt immuun is. Ja. Ja, dat ook daar is nog veel twijfel over wat daar precies het mechanisme achter is. Waarschijnlijk is het een combinatie van een aantal zaken. Wat in ieder geval inmiddels duidelijk is, is als je kijkt naar hoe het afweersysteem van jonge kinderen reageert op een corona-infectie versus een volwassene, dan zie je dat dat anders reageert. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het afweersysteem van jonge kinderen, dat staat gewoon in een ontzettende aanvalstand eigenlijk. En zodra er een virus ook maar enigszins een poging doet om binnen te komen, dan wordt hij eruit geramd, zeg maar. Terwijl het immuunsysteem bij volwassenen eigenlijk trager op gang komt. En daardoor dat virus veel meer de kans krijgt om zich echt te nestelen, te gaan vermenigvuldigen en echt een flinke infectie te geven. Dus het afweersysteem van jongeren staat gewoon veel scherper afgesteld. En dat is eigenlijk wel logisch, omdat we weten dat jonge kinderen, ze hebben nog geen natuurlijke afweer opgebouwd. Hè? Dus die hebben nog heel veel infecties niet gezien. Dat betekent dat hun aangeboren afweersysteem, wat een niet gericht afweersysteem is, maar zeg maar de sloten op de voordeur, zeg maar, die moeten gewoon heel goed zijn. Want ja, anders zouden kinderen continu ziek zijn. Nou zijn ze dat wel, maar niet heel erg. Hè? Dus we kennen natuurlijk jonge kinderen die veel snotteren in de winter, af en toe ook even koorts hebben, maar dat ze heel, heel ziek worden van infectieziektes, dat komt gelukkig niet zo heel veel voor. En dat heeft onder andere te maken met hoe dat aangeboren afweersysteem staat afgesteld. Dat is één reden. Het andere is dat de receptor die gebruikt wordt door dit virus, de ACE2-receptor, die zit op de cellen van de luchtwegen. Maar de hoeveelheid van die receptoren op cellen, die is een stuk minder bij jonge kinderen in vergelijking met volwassenen. Dus dat betekent ook gewoon dat dat virus minder plekken heeft om aan te hechten. En dus ook minder makkelijk binnenkomt. Dat zijn in ieder geval twee mechanismen die vermoedelijk meespelen. De schepper heeft toch wel iets heel bijzonders gemaakt. Hè? Dat is toch uniek hoe dat dan in elkaar zit. Ja, en eigenlijk het grappige is dat we vinden nu het best wel een soort van raar eigenlijk dat kinderen zo weinig ziek worden van een nieuwe infectie, hè, die onze mensheid nog niet eerder gezien heeft. Maar als je eigenlijk goed kijkt naar bijvoorbeeld de waterpokken en ook mazelen, dan weten we eigenlijk wel dat hoe jonger de kinderen zijn als ze het krijgen, hoe minder ernstig het in de regel verloopt. Een volwassene die mazelen krijgt, wordt veel zieker, of iemand die een volwassene die de waterpokken krijgt, dan een jong kind. En dat heeft waarschijnlijk ook met dit mechanisme te maken. Dus het is ergens ook wel een soort van, inderdaad, de schipper heeft daar goed over nagedacht. Ja. Dat je zeg maar aan het begin van je leven een goede aanvalstand nodig hebt van dat aangeboren immuunsysteem om daar doorheen te kunnen komen. En later gaat dat immuunsysteem in een soort van ruststand. Maar ja, als er dan dus een pandemie komt met iets wat de mensheid nog niet eerder gezien heeft, ja, dan zie je dat dus die volwassenen daar harder worden geraakt dan die jonkies. Dat geeft u trouwens voortreffelijk duidelijk college. Het is zo interessant. Het is altijd zo interessant om met jullie onderzoekers van gedachten te wisselen. Nog even, en dan vanaf 12 op weg naar de puberteit. Mm-hmm. Verandert dan ook die functie van dat immuunsysteem al? Ja, dat is natuurlijk een geleidelijk proces. Hè? En je kan ook niet echt een knip zeggen van nou, vanaf 10 is dat anders. Dat zal ook per kind een beetje wisselen. Maar inderdaad, dat immuunsysteem gaat naarmate je ouder worden zich wat anders functioneren. En bovendien komen die ACE2-receptoren, daar krijg je er ook steeds meer voor. En dus we zeggen van ja, tieners beginnen gewoon in dat opzicht steeds meer op volwassenen te lijken. En dat zijn dan tieners vanaf 10? Ik ken ja, dan nog... Ja, dat zeg ik, die knip is niet zo goed te maken. Dat is waarschijnlijk ook wel een beetje afhankelijk van het kind. Hè? Je hebt net zoals je kinderen hebt die vroeg volwassen zijn en die laat volwassen zijn, lichamelijk gezien, dat kan je niet zo heel precies zeggen. Maar in ieder geval kan je zeggen dat vanaf 10 jaar begint de bijdrage van kinderen aan de verspreiding van het virus geleidelijk aan toe te nemen. En onder de 10 lijkt die echt heel laag te zijn. We gaan even kennis maken, ook voor u even inzichtelijk maken, wie er meekijken en luisteren. En wat voor type kinderopvang, gastouderopvang ze doen. En we hebben nog een essentiële vraag over corona zelf.
uit welke provincie komen jullie? Dan heeft u ook even een deel, mevrouw Bruidingen, hoe dat zich, hoe de pluriformiteit zit verspreid over het land. Daar komt de uitslag. Lijkt een soort Eurovisie-songfestival. Nou, Noord-Holland, altijd stevig Zuid-Holland. Noord-Deslands wat minder. Brabant, altijd toch flink wat mensen. Oké, dan gaan we naar de tweede. Eventjes hoe het in elkaar zit. We hebben mevrouw Bruiding, we hebben flink wat leden. Die hebben zo'n 5 tot 7 tot zo'n 9, 10 locaties. Dat noemen we de kleine leden. Dan hebben we middelgroot. Dat komt op grote schaal voor. Dat is het midden- en kleinbedrijf in de kinderopvang. Dan heb je bijvoorbeeld ook nog een hele interessante groep agrariërs in de kinderopvang. Maar ook talloze in kleine en grote steden. En dan hebben we de grote. Ja, het verbaast me helemaal niks deze uitslag. Want u ziet dus dat we hebben flink wat klein, we hebben flink wat middelgroot. En grote zijn in aantal zijn ze minder aanwezig. Maar wel weer zeer aanwezig, omdat ze op allerlei plekken zitten gezien de veelheid aan locaties. Gaan we naar de laatste, die is inhoudelijk. Zijn er leden van ons die groepen hebben moeten sluiten 1 of meerdere keren vanwege corona? Nou, stevig. 43%. Ga ik meteen even naar introduceren bij u, mevrouw Bruining. De leden kennen hem goed. Is Rob Schaalje. U ziet hem in beeld. Goedendag. Rob is... heel veel leden kennen hem. Rob zit, is de man die zeg maar nauw verbonden is met de helpdesk. Met alle inhoudelijke vragen die spelen rond gezondheid. Rond hoe je overheidsbeleid vertaalt in werkbare, hanteerbare regels. Dat is niet simpel. Hij heeft een grote rol gespeeld in het opstellen van een uitvoeringsprotocol. Zit al heel lang in de kinderopvang. Is onze stafmedewerker op kwaliteit. En heeft ook voor een grote kinderopvangorganisatie gewerkt, dus kent het veld ook heel goed. Rob, pak jij even de bal op. Ja, even bijkomen van al de goede woorden over mij. Maar wat Felix terecht zegt, is dat aan de telefoon er op dit moment heel veel vragen zijn over de BSO. De BSO die nu nog gesloten is en alleen geopend is voor de noodopvang. En de vraag echt die gesteld wordt is van... Is er een reële kans dat de BSO eind maart weer geopend wordt volledig? Mm-hmm. En zo ja, zijn er dan aanvullende speciale maatregelen die dan genomen moeten worden? Heeft u daar een indicatie voor? Nou, kijk, ik maak geen beleid. Dus daar kan ik niks over zeggen, over of dat eind maart open kan of niet. Ik kan wel schetsen waarom dat nu niet gebeurd is. En wat voor condities er nodig zijn om dat op een veilige manier te kunnen doen. Kijk, de reden dat de BSO nu nog niet geopend is en de basisscholen wel, is omdat je op BSO's... meer mixing, zoals we dat in de epidemiologie noemen, van groepen hebt. Dus waar je in de basisschool je eigen klas hebt in een eigen school en dat mengt niet met andere scholen en die klassen mengen ook nog niet zoveel, krijg je op een BSO dat vaak kinderen uit meerdere klassen, meerdere scholen bij elkaar zitten. Wat kan er dan gebeuren? Stel dat er op een gegeven moment iemand, een kind is wat besmettelijk is, dat niet van zichzelf doorheeft en dus gewoon eerst naar school gaat en vervolgens ook naar de BSO. Dan zal die in zijn school, geeft hij wellicht wat besmettingen in zijn eigen klas. Dat heb je vrij snel inzichtelijk en met veel testen en isoleren kun je dat dan hopelijk heel klein houden. Op het moment dat die persoon ook naar de BSO gaat, dan heb je kans dat er dus gelijk op meerdere scholen mensen besmet raken, die dat misschien in hun eigen klas ook weer doorgeven. En dan kan je dus veel sneller krijgen dat iets wat heel klein begon, heel groot wordt. En ook daarmee dus veel moeilijker in te dammen is. En dat is de reden dat ze gezegd hebben, de BSO nog eventjes niet open in deze fase van de pandemie, waarin er gewoon nog te veel besmettingen eigenlijk zijn in onze samenleving. Dan is dat risico te groot. Kun je dan niks doen om dat tegen te gaan? Nou, op zich wel. Wat je zou kunnen doen, en daar gaan we, dat heeft Hugo de Jonge natuurlijk ook al vaker gezegd, steeds meer naartoe, is dat je preventief testen op allerlei manieren gaat inzetten. En dan heb je het over testen die
ja, wat eenvoudiger af te nemen zijn dan hoe dat nu bij de GGD gaat. Hè. Die zou je op locatie kunnen afnemen, heb je geen laboratorium voor nodig, dat zijn die antigeentesten. Die kunnen zelfs, wat oudere kinderen kunnen dat ook heel goed zelf. Dat doen ze bijvoorbeeld in Oostenrijk. Daar worden basisschoolleerlingen geacht om zich 2 keer per week thuis aan de keukentafel samen met hun ouders met wat hulp te testen. En dat gaat eigenlijk best heel goed daar. Dus op die manier kun je... En het doel daarvan is, want die testen die zijn wat minder gevoelig, zoals dat heet, dan een PCR-test. Maar waar ze eigenlijk wel heel goed in zijn, is in mensen oppikken met veel virus in hun neus. En dat zijn precies de mensen die je wil oppikken, want die kunnen het gemakkelijk doorgeven. Dus die testen, die testen eigenlijk besmettelijkheid, in plaats van dat ze nou per se alle infecties eruit pikken, maar die testen echt besmettelijkheid. En als je die preventief inzet, en dan moet je denken aan dat je bijvoorbeeld alle leerlingen 2 keer per week zo'n test laat doen thuis, dan kun je dus die kinderen die anders besmettelijk binnen waren gekomen, die kun je bij de voordeur er al uitvissen. En daarmee kan je wel heel veel verspreiding voorkomen. Dus dat zou wel een strategie zijn waarmee je bijvoorbeeld de BSO, maar denk ook bijvoorbeeld aan het voortgezet onderwijs of het hoger onderwijs, wat natuurlijk nu nog helemaal deels of helemaal niet open is, weer toegankelijk zou kunnen maken. Maar die testen, heb ik begrepen, die zijn op dit moment nog niet beschikbaar in Nederland, hè? Nee, daar wordt nu heel hard aan gewerkt om... laat ik zo zeggen, de testen zijn beschikbaar. Er liggen er een hele hoop bij VWS op de plank, letterlijk, te verstoffen. Maar dat zijn geen testen die geschikt zijn voor zelfafname. Dus dat zijn testen die hebben alleen maar een goedkeuring om door een professional, door een zorgprofessional te worden afgenomen. En dat is nou juist eigenlijk het probleem, want je kunt nou eenmaal niet... in elke BSO een dokter zetten die even al die testen gaat afnemen. Dus je kunt eigenlijk, als je dit op zo'n grote schaal wil gaan inzetten als preventieve test, dan kun je eigenlijk maar 1 route bewandelen en dat is het zelftesten. Nou, en er zijn steeds meer landen in Europa waar dit ook de norm wordt, die dit op grote schaal al hebben ingevoerd of aan het invoeren zijn. En ook Nederland beweegt die kant op. Maar ja, we zijn daar nu nog niet, maar ik hoop met een maand dat we daar een hele grote stap in gezet hebben. Rob, eventjes. Even. Ik heb een vraag en er zijn al veel vragen uit van onze achterban. Even het verschil tussen u en Jaap Goudsmit qua ambacht. U bent epidemioloog. Blijf lastig. Hij is viroloog. Wat is het verschil? Ja. Nou, als epidemioloog hou je je eigenlijk vooral... Laat ik zo zeggen, een epidemioloog kan heel veel dingen onderzoeken. Eigenlijk zegt het alleen maar, je doet onderzoek naar ziekte en gezondheid. Hè? Dus een epidemioloog kan ook onderzoek doen naar gezonde voeding. Of naar hart- en vaatziekten. Dus het heeft nu in de pers heeft het een beetje de naam gekregen, epidemiologen weten wat van epidemieën. Dat is echt niet altijd zo. Maar ik ben infectieziekte-epidemioloog. En dan hou je je dus specifiek bezig met de verspreiding van infectieziekten. En dan is een epidemioloog op infectieziektes iemand die vooral kijkt en onderzoek doet naar hoe infectieziekten zich verspreiden. En welke maatregelen op welke manier kunnen worden ingezet om die verspreiding tegen te gaan. En Goudsmit, die is viroloog? Ja, dus die weet echt alles over hoe dat virus in elkaar zit, hoe dat evolueert. Maar ook dingen als hoe diagnosticeer je, het ontwikkelen van testen om het virus te kunnen vinden. Dat zijn allemaal meer het terrein van een viroloog. Dus die zitten echt op het beestje zelf. En zijn standpunt was in een gesprek wat hij met ons voerde, een week of 4, 5 geleden, KO, kinderopvang en BSO hadden niet dicht moeten gaan in maart. Afgelopen jaar. Nee, dat klopt. Maar goed, dat was toen eigenlijk natuurlijk ook vanuit het OMT. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, nee, maar vanuit het OMT en eigenlijk vanuit de wetenschap is toen ook gewoon gezegd van wij denken niet dat het op dit moment nodig is of heel veel bijdraagt om de scholen dicht te doen. Toen is onder politieke druk, men wilde dat in de samenleving, is dat toch gebeurd. En eigenlijk heeft men ook daarna nog steeds gezegd, maar ja, dat was toen niet nodig geweest. De situatie is in de tussentijd wel veranderd, omdat in de eerste golf van de pandemie
mensen zich heel anders gedroegen. Hè? Er was heel veel angst. En je ziet ook uit alle cijfers over mobiliteit en bewegen en dergelijke, dat men toen echt veel meer thuis bleef en in zijn eigen gezin en contact meet, dan dat nu het geval is. We hadden toen de golf ook kunnen breken, wat natuurlijk gewoon wat we gedaan hebben. Maar dat was ook gelukt als we de scholen open hadden kunnen houden, omdat de rest van de maatregelen in de samenleving zo goed werkte. En we hebben daar ook onderzoek naar gedaan vanuit UMC Utrecht in wiskundige modellen, waarmee we eigenlijk hebben gekeken van ja, wat is nou nodig aan maatregelen in scholen en buitenscholen om die epidemie de kop in te drukken. En dan zie je ook dat als je maatregelen buiten de scholen goed werken, dan heb je geen maatregelen in scholen nodig. Althans, niet extra maatregelen in de zin van sluiten. Maar op het moment dat je in je samenleving vastloopt en je daar dus niet meer dat effect kunt bereiken wat we zo mooi in de eerste golf hadden, dan moet je op een gegeven moment vanzelf ook naar die scholen gaan kijken. Want ja, dan is al de optelsom van alles samen maakt dat je per saldo dat R-getal niet onder de 1 krijgt. En dat is eigenlijk wat de situatie was in december. Okay. Ja, toen hadden we eigenlijk zo'n beetje onze hele toolbox opengetrokken. Maar ondertussen gierde het de pan uit qua aantallen. En toen was er maar één mogelijkheid. En dat was op dat moment de scholen sluiten. Dus ik vind dat toen de scholen zijn gesloten, dat begrijp ik. En dat was een verstandig besluit. Oké, okay. We gaan even naar onze achterban. Ik begin bij Jolanda Riekers uit Zuid-Limburg. Ja, Jolanda. Hallo, ja, inderdaad uit Parkstad, Kerkrade. Ik heb heel geïnteresseerd geluisterd naar wat Patricia Bruining allemaal heeft verteld. Ik heb zelf ook ooit corona gehad en ik had toen hele milde klachten. En ik had inderdaad een vraag van als een kind nu hele milde klachten heeft, mijn kind heeft het nu ook, zijn ze dan ook minder besmettelijk? Ja, het antwoord is ja. Er is een verband tussen hoeveelheid klachten en besmettelijkheid. Op zich is dat natuurlijk ook wel logisch als je erover nadenkt. Want als jij hoestend en poestend rondloopt, ja, dan breng je gewoon veel meer deeltjes in je omgeving dan wanneer je dat niet doet. Nu is het wel zo dat het overgrote deel van de kinderen heeft weinig klachten. Hè? En dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom ze uiteindelijk ook per saldo minder besmettelijk zijn. Maar of je een virus veel doorgeeft, is altijd een optelsom van twee dingen. Eén is hoe besmettelijk je bent. En twee is met hoeveel mensen heb je contact en hoe intensief is dat contact. En daar doen kinderen het dan weer niet goed eigenlijk. Of ja, voor hun natuurlijk wel goed, maar voor de verspreiding niet. Want jonge kinderen hebben natuurlijk heel veel contacten. Heel veel wisselende contacten en ook nauwe contacten. Dus je kunt wel minder besmettelijk zijn, maar als je per saldo toch heel veel meer contacten hebt, dan kan je dus uiteindelijk toch weer, kan het zijn dat je als kind toch weer een substantiële bijdrage hebt aan die verspreiding. Dus dat is altijd het ingewikkelde en dat blijft ook in het uitleggen richting het publiek van hoe dat nou precies zit. Van ja, kinderen zijn minder besmettelijk dan volwassenen. Dus als je een kind naast een volwassene zet, dan zal die volwassene gemiddeld genomen, als je hem dezelfde hoeveelheid contacten laat hebben, meer mensen besmetten dan dat kind. Maar dat kind heeft nou eenmaal heel veel meer contacten. En daar gaat het dus dan op een gegeven moment weer schuiven. Oké, dankjewel. En ik had nog een tweede vraag over die BSO. Wij hebben hele kleine BSO'tjes, bewust gekozen alleen in een school. Dus ik vang alleen maar in mijn BSO's kinderopvang die school. Dat zou dan eigenlijk gewoon open moeten kunnen, toch? Ja, met kanttekening dat je dan natuurlijk wel waarschijnlijk kinderen uit verschillende groepen met elkaar gaat laten mengen. Waar je nu natuurlijk, eigenlijk zou je een school kunnen zien, hè, vanuit de epidemiologie, als een plek waar allemaal kleine clustertjes zitten. En die clusters of die bubbels, die zijn echt gescheiden van elkaar en die mengen niet. En op het moment dat je die BSO in je school hebt, dan gaan die groepen weer mengen. Dus het is natuurlijk uiteindelijk een minder groot risico dan een BSO die kinderen van heel veel scholen binnenkrijgt. Maar het is wel nog anders dan hoe het nu in de scholen is ingericht. Maar goed, okay. In onze noodopvang is dat trouwens ook. Hè? Dan mengen we ook groepen. Dus in die zin zeg je dan, ja, dan zou eigenlijk de noodopvang ook niet kunnen. Dus, je moet uiteindelijk ergens natuurlijk je grens trekken van, voor de noodopvang is gezegd van, oké, dat gaat om veel minder kinderen.
En ja, we moeten iets bieden voor die ouders in vitale beroepen. Dus daar leggen we dan de grens. Dat is nog net wel een stapje minder dan wanneer je voor iedereen die opvang weer opent. Hè? Dus het gaat uiteindelijk in de epidemiologie gaat het altijd om de aantallen. En noodopvang gaat om kleine groepen of kleine aantallen kinderen. Als je de BSO over iedereen opengooit, wordt het echt een ander verhaal. We gaan even naar Gabi Albers. Die heeft een vrij urgente vraag. Die heeft een mooi bedrijf. Haar moeder heeft het ooit opgericht. Dat is in de omgeving van Hoorn. Vele locaties. Ze hebben ook op een hele knappe manier, geldt voor meer van onze leden, het arbeidsmarktprobleem opgelost. Door weer zij-instromers binnen te halen als pedagogisch medewerkers met hun eigen opleidingen. Ben jij er, Gabi? Ja, daar ben je. Hoi. Hoi, wij zitten op dit moment in een gebied waar heel veel besmettingen zijn. En nu is het op een aantal locaties van ons voorgekomen dat er kinderen zijn met ogenschijnlijk buikgriep. Mm-hmm. En vervolgens testen de pedagogische medewerkers, dus hele kleine kinderen met buikgriep, testen de pedagogische medewerkers stuk voor stuk positief. Dus wij hebben op dit moment, ik denk wel, 8 pedagogische medewerkers positief getest op verschillende mm-hmm. In al die locaties zijn kinderen met buikgriep. Is dit puur toeval omdat we in het rode gebied op dit moment zitten? Want het is hier op dit moment heel heftig. Of zou er ook correlatie... zou het ook een symptoom kunnen zijn? Ja en ja. Het is bekend dat bij kinderen corona zich ook kan presenteren met klachten van het maag-darmkanaal. Dat, trouwens niet alleen bij kinderen, maar het lijkt bij kinderen wat vaker relatief gezien voor te komen. Het is wel ook op dit moment het jaargetijde waarin het rotavirus vaak op crèches rondgaat. Welk virus? Het rotavirus, dat okay. is een buikgriepvirus. Dus en waarom het kan is dat ook... in het voorjaar? Ja, dat is altijd in het vroege voorjaar, ja. Is daar een reden voor? Nou ja, zoals met bijna elke infectieziekte kent dat een seizoenspatroon. Okay. Okay. En het rotavirus heeft als typisch seizoen het vroege voorjaar. Okay. En het RSV bijvoorbeeld zit altijd in december. Dat is dat luchtwegvirus wat bij jonge kinderen veel voorkomt. Nou ja, waar corona gaat landen, dat weten we nog niet precies. Maar dat zal vast ook een seizoenspatroon krijgen. Dus ja, als je dat wil uitzoeken, dan moet je eigenlijk die kinderen hun ontlasting ook onderzoeken. Want daar kan je zowel op corona testen, maar ook op het rotavirus. Om te zien wat er bij die kinderen dan rondgaat. Dus je kan dat op basis van alleen de waarnemingen kan je dat niet vaststellen. Maar het kan dus allebei. Het kan en zijn dat die kinderen toch corona hebben. Maar het kan ook heel goed zijn dat het buikgriep is. Maar als en dat nou het toeval is. Als u nou de medisch adviseur bent van Gabi, van haar organisatie, kan zij zo'n ontlastingsonderzoek laten doen bij de GGD? Of het lijkt me dat. Hoe moet je dat aanpakken? Ja, dat moet je overleggen met de GGD. Kijk, de teststraten zijn natuurlijk niet ingericht op het verwerken van ontlasting. Maar de laboratoria waar die teststraten mee samenwerken, die kunnen dat over het algemeen wel. Want je kunt ook gewoon coronavirus in ontlasting aantonen. Dus je zou best met de GGD kunnen overleggen of, of dat een mogelijkheid is. Dan moeten wel die ouders van hun kind een ontlastingmonster afnemen en inleveren. Wat vind je daarvan, Gabi? Ik vind het lastig, maar het is vooral dat de PM het nu heel, heel spannend vinden. Want die zeggen, ja, ik heb echt met niemand contact gehad. Alleen die kindjes op de groepen. En het, omdat het nu een patroon lijkt op locaties... Mm-hmm. los van elkaar staan, die dus één locatie in Landsmeer, een locatie in de Goren en een locatie in Midwoud. Nou, die liggen echt niet super dicht bij elkaar. En die medewerkers hebben ook geen contact met elkaar? Nee. Nee. Nee, dat zijn echt allemaal losse teams. Ja, nou ja, goed. Ik zou dit overleggen met de GGD. Kijk, die moeten dat uitbraakonderzoek, want dat is echt een taak van de GGD. Dus dat moet je toch via de GGD uiteindelijk bespreken. Maar ik kan me voorstellen dat je in dit geval daar misschien toch wat verder naar kijkt. Nogmaals, het kan heel goed, maar ja, een andere verklaring is ook mogelijk. Ja, okay. Dan kom ik bij Grabbelton met een hele interessante vraag. Nou ja, wat wij ons afvragen is dat de zwemles natuurlijk wel is begonnen, waarbij kinderen ook gemixt worden in verschillende leeftijden.
En dat zorgt natuurlijk ook voor kruisbesmettingen. Dus waarom is die afweging gemaakt dat er dus wel zwemles gegeven wordt, maar dan ben je zo nog dicht blijven? Ja, nou ja, goed, dat is, kijk, zoals met alles in deze pandemie is het altijd een afweging van risico's. Enerzijds, of risico's en nadelen zou ik zeggen, hè, alles dicht houden is veiliger voor de verspreiding, maar heeft ook heel veel nadelen. Daar wordt dan op een gegeven moment toch gekeken van, ja, wat zijn de risico's om zwemlessen in, overigens wel onder strikte voorwaarden, hè, dat mogen duidelijk zijn. Er zijn allerlei extra maatregelen rondom die zwemlessen getroffen om die kinderen zoveel mogelijk uit elkaar te houden. Maar los daarvan is er gezegd van, ja, zwemles is eigenlijk onderwijs. Het valt onder het ministerie van Sport, maar je kan het als onderwijs zien. En men heeft het onverantwoord gevonden om de zwemlessen nog langer stil te leggen. Nu we richting de zomer gaan en toch ook niet in Nederland op ons willen hebben dat er komende zomer extra kinderen gaan verdrinken omdat ze geen zwemles hebben kunnen hebben het laatste afgelopen jaar. Dus dat is daar de overweging geweest. Er is ook gewoon gekeken van, ja, wat weten we over zwemles, over verdrinking in Nederland. Dat blijkt eigenlijk dat we dat in Nederland de afgelopen decennia ontzettend hebben weten terug te dringen. Doordat we heel breed zwemles in Nederland geven. En daarvan is gezegd van, ja, dat kunnen we ons niet permitteren om dat nu weer helemaal los te laten. Dus het is echt een afweging van, oké, hoe groot is dit risico? Het gaat om wel veel kinderen, maar in een gecontroleerde setting en voor een korte tijd. Hè, in principe ga je meestal 1 uurtje per week naar de zwemles. Versus het risico om de zwemlessen niet weer op te starten. En wat dat mogelijk voor gevolgen heeft in de zomer. Ja, een afweging van maatschappelijke belangen. Ja, en die snap ik heel goed. Alleen ja, ik vind dan wel in een zwembad waar je weinig ventilatie hebt, waarbij ook ouders natuurlijk elkaar treffen. Die ouders treffen elkaar niet, want die moeten allemaal buiten wachten. Dus daarom zeg ik, er zijn echt heel veel extra maatregelen rondom die zwemlessen ingesteld. Ik denk dat de zwemschoolhouders met hun handen in het haar hebben gezeten toen ze het protocol gezien hebben. Want het is heel strak gereguleerd. Oké, ik ga eventjes door als jullie dat goed vinden, beste vrienden Henriette en René. Ja. Ik ga naar Ilse Razing Waterland van SKW. Ilse, jij hebt best wel een belangrijke vraag, omdat het houdt mij ook bezig. Ik heb een huisje aan zee en ik reis dus straks af richting Huisduinen bij Den Helder. En het is in de Zaanstreek in Waterland, maar ook daarboven, is het hartstikke zwart qua besmettingen. Dus het is daar heftig. Ja. Ilse, jij hebt daar een vraag over. Er zijn al zoveel vragen beantwoord in het verhaal dat ik de vraag die ik had niet meer hoef te stellen. Maar wat mij zo, inderdaad zo typeert is dat in gemeente Zaanstreek Waterland, die staat bovenaan qua besmettingen van alle 25 veiligheidsregio's in Nederland. En onverklaarbaar. Mijn zus is directeur van die veiligheidsregio, dus die zegt ook het is onverklaarbaar. Maar ik hoop misschien dat u wel een antwoord heeft. Hoe kan nou, dat? Weet je, ik denk dat het antwoord hem zit in het feit dat deze pandemie, maar eigenlijk de verspreiding van infectieziekten in zijn algemeenheid, die kenmerkt zich door grillig beloop en heel veel willekeurige variatie. En we hebben natuurlijk andere plekken in Nederland gezien eerder, ook in deze pandemie, waar ineens de regio zwart was en waarbij precies dezelfde vragen werden gesteld van waarom nou hier? En dat geldt denk ik nu ook wel weer voor de Zaanstreek. Soms kan je een duidelijke oorzaak aanwijzen. Je zegt van nou, er is 1 of 2 grote events geweest bijvoorbeeld en dat heeft het vuurtje aangestoken. Het is ook zo dat als het eenmaal hard gaat, heeft het ook de neiging om steeds harder te gaan. Dus dan is het een soort zelfversterkend effect. Maar ik denk de belangrijkste onderliggende verklaring is dat je moet realiseren dat de manier waarop infectieziekten zich verspreiden is een kansproces. En daarmee eigenlijk heb je per definitie veel variatie en kan het op sommige plekken ineens heel hard gaan en daarna weer niet en op andere plekken precies tegenovergesteld. Dus er is niet altijd een verklaring. Mag ik daar nog op reageren? Ja, ga je gang. Ja. Um,
Dat geloof ik ook inderdaad. Ik neem het meteen aan. Maar het is wel opvallend dat Zaanstreek Waterland altijd al in die top 5 heeft gestaan. En dat vind ik dan zo bijzonder. Van, je ziet heel veel schommelingen. Mm-hmm. Hè? Dan zie je een uitbraak op een bepaalde plek in het land. Maar je ziet dus in Zaanstreek Waterland zie je een patroon die dus continu eigenlijk in de top 5 blijft van het hoogst aantal besmettingen qua regio's. Ja, als je dat zo zegt, dan zal dat. Ik heb dat niet zo scherp dat voor die regio een permanent de situatie is. We hebben in het verleden, weet ik bijvoorbeeld, in Rotterdam en in Amsterdam ook periodes gehad waarin daar de besmettingen echt gigantisch hoog gingen. Die zitten nu eigenlijk weer wat aan de lage kant. Is ergens ook wel weer logisch, want ja, als je een golf hebt gehad waarbij heel veel mensen besmet zijn geraakt, dan heb je dus ook per saldo daarna meer mensen immuun. En daarmee bouw je voor het virus meer muurtjes, waardoor het minder kan verspreiden. Dus ik denk, ik weet niet precies hoe het er voor de Zaanstreek uitgezien heeft, maar het zal toch op en neer gegaan zijn, denk ik. Uiteindelijk is het natuurlijk ook een, wat ik zeg, hè, het is een afspiegeling, denk ik, ook wel van hoe mensen zich gedragen. En misschien dat er toch meer mensen zijn in die regio die anders met de maatregelen omgaan. En dat leidt tot meer besmettingen. Dat kan. Ja. Ik heb daar geen cijfers van. Maar ja. Ja, klopt. Heel erg bedankt, Ilse. Ik schakel nog even door naar Rob. Naar Rob. Ja. Rob, zet je geluid aan. Want jij bent, ik zei het al eerder, de man die heel goed luistert naar wat er binnenkomt via onze helpdesk. Wij hadden het vanochtend bij de voorbereiding nog even over het blijven hangen van de virussen in de ruimtes, hè? Ja. Wat we merken is dat sommige teststraten vlakbij of zelfs aangrenzend aan kinderopvanglocaties zijn. Mm-hmm. En soms ook dat er gewoon een deur open gedaan kan worden tussen die twee ruimtes. En dan zijn er toch wel mensen die zijn benauwd voor, blijft dat virus in de lucht zweven en kunnen we daardoor besmet raken? Ik snap ook die bezorgdheid wel. Kijk, het virus kan er wel in de lucht blijven. Nu is mij, ik ken niet alle teststraten in Nederland, maar voor zover ik weet zijn vrijwel alle teststraten buiten of zeg maar in tenten. En dat is ook met een reden, omdat je wil namelijk zo min mogelijk mensen in een afgesloten ruimte hebben die besmettelijk zijn. Want ventilatie is, en met ventilatie heb je het eigenlijk gewoon over luchtverversing. Is heel belangrijk om te zorgen dat er niet veel virus in de lucht hangt die jij inademt. We weten dat op het moment dat iemand besmettelijk is en die zit in een ruimte die slecht geventileerd is, zeker als die persoon daar langer zit, dat er verspreiding kan optreden naar mensen toe die niet binnen die anderhalve meter zitten waar we ons altijd aan houden. Hè. Dus dat dan blijkbaar de lucht die daar rondgaat, zo inmiddels zoveel virus bevat dat je ook op verdere afstand besmet kan raken. Maar dat zijn wel echt situaties die, als ik dit zo hoor, dat ik denk van nou, dat is daar echt niet aan de orde. Want in die teststraten, ten eerste, die mensen zijn er maar heel kort. Ten tweede is dat dus, als het al niet buiten is, is het sowieso een heel goed geventileerde ruimtes. En die kinderopvang zit in een andere ruimte. Dus dat is al, als er al enige uitwisseling van lucht is tussen die twee ruimtes, is dat heel beperkt en is dat enorm verdund. Dus ik denk niet dat je zorgen hoeft te maken dat een locatie naast een teststraat een risico is voor extra besmettingen via de lucht. Nou, dan kan ik de mensen die dat vragen aan mij in ieder geval geruststellen. Rob, wacht even. Ik ga even naar Mara, kom ik straks bij jou terug. Vertel even waar je zit, Mara. Nou, op dit moment Keizersgracht Amsterdam, maar we hebben een aantal locaties in Amsterdam. Vertel even van welke organisatie? Klein & Co. Juist. Ja. Het zit allemaal binnen de ring van Amsterdam, een kleinere organisatie. Mm-hmm. We hadden wat opvolgende besmettingen. En zowel medewerkers, maar en in totaal wel één besmet kindje. Nu vroeg ik me af hoe veilig het eigenlijk is om op die vijfde dag in bron- en contactonderzoek als kind de test te doen. Dus hoeveel zegt dat daadwerkelijk?
vraag helpen. Even kijken, dus je bedoelt of je daar en dan daarna de quarantaine opheffen of dat genoeg is. Bedoel je dat? Ja, dat genoeg is. Want wij merken eigenlijk dat toch weer op dag 9 en 10 toch een besmetting blijkt te zijn. Of toch dat kinderen toch ziek worden. Ja. En zo ook medewerkers. Eigenlijk gaan die gezamenlijk op. Ja. Terwijl ze toch zonder klachten op het kinderdagverblijf komen. Ja. En dan zijn die kinderen op dag 5 getest, waren negatief, zijn teruggekomen en dan blijkt ze een paar dagen later positief te zijn. Ja. Nou, wat er dan... Het kan, hè, want we weten dat de incubatietijd van dit virus, die varieert een beetje van een dag of 3, zeg maar, tot wel 14 dagen. Maar gemiddeld genomen is die een dag of 5-6. Dus daar is dit eigenlijk op gebaseerd, dat als je op dag 5 gaat testen, dan zal het overgrote deel van de mensen die positief gaat worden, omdat ze dus al die besmetting hebben gehad, die pik je dan op. Maar er is een kleine foutmarge mogelijk. Dat zijn mensen die dus pas op dag 8 of 9 positief worden. Maar er is ook een, dus dat kan. Het kan incidenteel een keer gebeuren. Er is ook een mogelijke andere verklaring. En dat is dat er een besmetting tussen heeft gezeten die je niet opgemerkt hebt. Dus dat dit kindje dat die besmetting op een ander moment heeft plaatsgevonden. Ja. Door een andere persoon. En dat hij daarom op die zogenaamde dag 9, wat dan eigenlijk geen dag 9 is, positief gevonden is. Ja, daar kom je dan natuurlijk niet achter in zo'n individueel geval. Nou, omdat vaak kinderen gaan dus in BCO ook zonder klachten testen. Maar dan wordt er bijvoorbeeld tegen medewerkers heel duidelijk gezegd, mocht het in dag 5 tot en met 10 toch een lichte vorm van klachten ontstaan, moet je meteen niet komen. Maar bij kinderen is dat zo, is dat niet direct zichtbaar. Dus kun je daar niet echt op anticiperen? Nee, nou kijk, het is wel zo dat als kinderen klachten ontwikkelen, ook als ze net uit quarantaine komen, moet je altijd opnieuw testen. Dat is echt wel de regel. Dat het feit dat je net getest bent, is geen enkele reden om te zeggen, nu hoef je niet te testen. Ja. Dus ja, behalve als het binnen 24 uur was, zeg maar, dan kan je nog zeggen van, nou ja, dat was een negatieve test. Maar nieuwe klachten is gewoon weer opnieuw testen. Ja. Dus dat is denk ik in ieder geval belangrijk om mee te nemen. Dat kinderen dus vaak geen klachten hebben of dat ze niet herkend worden als zodanig, dat weten we natuurlijk. Het merendeel van die kinderen is ook weinig besmettelijk. En dan kan je zeggen, maar ja, dan is het dus ook niet zo heel erg als je ze mist. Maar af en toe zit er eentje tussen die het virus wel doorgeeft. En je kan dat van de buitenkant niet zien en je weet dat niet. Ik denk dat het besef eigenlijk... De situatie waar we nu in zitten is dat we proberen risico's te reduceren met beleid, maar ze zijn nooit nul. En dat is, vinden mensen over het algemeen moeilijk te accepteren, maar zo werkt dat met infectieziekten. Dat is helaas eigen aan hoe die zich gedragen, dat je kunt een risico niet tot nul reduceren, je kunt het wel heel veel verkleinen. Maar dat betekent dus ook dat het af en toe toch misgaat. En dat moet je accepteren. Als je dat niet wil accepteren, heb je eigenlijk maar één alternatief. Dat is dat je de hele boel dichtgooit. Ja. Duidelijk, dankjewel. We gaan de finale in met nog twee vragen. Of twee kwesties. Marion en Rob, ik wil graag dat jij het afsluit. Ja. Oké. Okay. Marion, kom binnen. Goedemorgen, ben ik er? Ja, vertel even welke club jij ook alweer leidt. Florio Kids in Zuid-Holland, Leiden en omgeving. 20 vestigingen. Wij lopen een beetje aan tegen het feit dat er kinderen zijn die asymptomatisch zijn, dus geen klachten hebben. Mm-hmm. Wel positief testen. Dan hoeft de groep niet in quarantaine, hebben we begrepen. Maar dan vragen wij ons wel af van al die besmettingen die er nu zijn bij kinderen onder de 12 jaar. Want ik heb gelezen dat het gaat om 35% van alle besmettingen, dat het gaat om kinderen onder de 12. Mm-hmm. Klopt het dat een heel groot deel daarvan dan helemaal niet besmettelijk is, omdat ze geen klachten heeft? Ja, dat klopt waarschijnlijk. Want mensen die geen klachten hebben, die zijn minder besmettelijk. En dat zijn vaak ook kinderen. Maar nogmaals, het is altijd een risicoreductie. En je kan dus niet zeggen, een kind wat geen klachten heeft, is niet besmettelijk. Want er zijn er ook tussen die wel het virus doorgeven aan anderen. Ik sta overigens wel te kijken van wat je nu zegt, dat er dus meerdere kinderen zijn die positief testen, maar asymptomatisch zijn. En dat je dan niet de groep in quarantaine zou zetten. Dat is
voor mij nieuw. Ik weet niet beter dan dat dus een besmetting betekent dat de groep in quarantaine moet. Ja, dat hebben wij van de week dus ook gedaan. Een hele peuterspeelzaal in quarantaine gezet. Maar ik ben vanmorgen gebeld door de GGD. Die zei dat is helemaal niet nodig. Dus de kinderen mogen gewoon weer komen. Want het kind heeft geen klachten. Dus hoeft men niet in quarantaine. Nou, oké. Nou, dat is voor mij ook zo, maar ja. Ja, dat is voor mij nieuw. Ik heb dit niet eerder gehoord. En voor zo, ja, wat ik weet van de richtlijnen, wordt er gekeken. Ja, de GGD onderscheidt type contacten. Je hebt categorie 2 contacten, categorie 3 contacten. 2 zijn mensen die binnen 1,5 meter afstand langer dan 1 kwartier bij de persoon zijn geweest die besmettelijk was. Nou is er gezegd voor het basisonderwijs en ook voor de opvang. Ja, luister, daar kunnen we helemaal niet bij houden wie er wel en niet 1 kwartier binnen 1,5 meter in een klas. Dus in principe wordt een hele klas of een hele groep als categorie 2 contacten beschouwd. En dat betekent, de regel voor categorie 2 contacten is dat je in quarantaine gaat. En dan kan je testen op dag 5. Dus ik sta hiervan te kijken. Ik ken deze regel niet over dat voor asymptomatische kinderen anders zou zijn. Nou, dit is ook wel typerend voor de verwarring die de GGD brengt, hoor. Door dit soort boodschappen ineens te brengen. Want wij hebben hier in quarantaine gezet en vandaag horen we, nee hoor, hoeft niet. Dus al die ouders weer bellen, je mag weer komen. Ja. Maar het is wel verwarrend, laten we het zo zeggen. Nee, dat begrijp ik. Ik vind het ook verwarrend. Eventjes, Patricia, mevrouw Bruining, ik kan me voorstellen dat in zo'n geval Mara behoefte heeft aan een second opinion. Dus dan komt er zo'n uitspraak van de GGD. Mm-hmm. Werkt dat niet? Wie kan ze nog meer? Wordt nu gebeld door de GGD, zal je altijd zien. Dat ze erop terug willen komen. Nee, ja, dat is niet ingericht in Nederland. Dat je een soort van second... Kijk, het idee is natuurlijk dat de GGD een eenduidig beleid hebben en allemaal op dezelfde werkwijze te werk gaan. Nou, ik doe veel onderzoek in middelbare scholen. Ik kan je vertellen, dat is niet zo. Want ik hoor heel veel verhalen van scholen die allemaal hele verschillende dingen te horen krijgen bij vergelijkbare situaties. Dus ik denk wel dat dat inmiddels iets verbeterd is, omdat er veel strakkere regels vanuit het RIVM zijn opgesteld en vanuit de PO-raden en de VO-raden over hoe scholen moeten handelen, ook richting de GGD. Dus ik denk dat het beleid nu wel uniformer is. Maar ja, zoals ik nu alweer hoor, denk ik van, oh, dit vind ik bijzonder. Dus daar zit dan toch weer iemand bij de GGD die daar naar kijkt en daar een ander oordeel op geeft. Ik kan daar niet veel over zeggen. Een duidelijk antwoord. We gaan naar onze stafadviseur Rob Schaalje. Rob? Ja, want ik zie ook dat we een beetje uit de tijd beginnen te lopen. Dus ik heb nog 2 eigenlijk hele korte vragen. Heel zacht elkaar. Ja, zal ik doen. Wat we ook lezen en horen is dat er kindvriendelijke zabbel... testjes zijn en dat soort zaken. En dat er dan niet meer met zo'n hele grote wattenstaaf gewerkt hoeft te worden. Mm-hmm. Kun je daar iets over vertellen? Of dat de toekomst is? Of? Ja, ik had gehoopt van wel. Ik denk toch dat het niet gaat worden. En ik zal je uitleggen waarom. Als we even het over de PCR-test hebben, hè, dus die bij de GGD gebeurt. Dan is de speekseltest, waarbij je dus inderdaad met zo'n watje doet, die is voor de laboratoria erg omslachtig om te verwerken. En er is al in het najaar is er gezegd van, nou, deze test die werkt goed op speeksel voor kinderen. Dus alle kinderen onder de 6 jaar kunnen in principe met een speekseltest getest worden, in plaats van met zo'n stok in je neus. Maar uiteindelijk is gebleken in de praktijk dat heel veel labs hier niet goed mee overweg kunnen. En zijn er dus maar heel weinig teststraten in Nederland waar die speekselwat ook daadwerkelijk beschikbaar is. En bijna alle teststraten gebruiken gewoon die neusafname. Waar nu wel beweging in zit, en daar ben ik heel blij mee, is dat je kunt namelijk die stok gebruiken waarmee je zo helemaal achterin tegen je hersenen zit te kietelen. Maar je kunt ook een stokje gebruiken waarmee je voor in de neus eigenlijk wat materiaal afneemt en dat test. En dat is al een heel stuk minder belastend voor kinderen. Dat is in feite, ik zeg altijd als neuspeuteren met een stokje. Dat is ook de type test wat nu zeg maar voor het zelftesten gebruikt gaat worden.
Want je kunt mensen ook niet vragen om met zo'n stok helemaal achterin in ja. te gaan. Dus die vorm van testen, die kan ook in de teststraten worden toegepast. Want dat vraagt niet om een andere verwerking in het lab. Er worden nu nog wat studies gedaan, onder andere in Amsterdam, om over te stappen op die methode. En ik hoop dat dat op hele korte termijn voor alle kinderen in Nederland gaat gelden. Dat als ze naar de GGD gaan en dat ze zo'n test krijgen met zo'n stokje, dat een test is die voorin de neus wordt afgenomen en niet meer achterin. En dus minder belastend voor de kinderen ook. En dus minder belastend, ja. Nog een laatste vraag. Ik heb nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar ik zit iedere dinsdagmiddag gespannen naar de site van het RIVM te kijken en naar de besmettingscijfers. En ik zie daar wel dat kinderen van 0 tot 12 jaar, dat aantal besmettingen toch enorm oploopt. Mm-hmm. Maar ik hoor ook telkens de verklaring van, ja, dat komt ook omdat er veel meer kinderen worden getest dan voorheen. Maar kun je dat uitleggen, wat dat nou precies betekent? Ja, ik denk dat het een combinatie is. Hè. Ik denk dat er meer, er wordt sowieso veel meer getest. Er zijn misschien ook wat meer besmettingen onder kinderen, omdat we nu toch voor het grootste deel die Britse variant hebben circuleren, waarvan we weten dat die zich gewoon wat gemakkelijker verspreidt, ook onder kinderen, niet uitsluitend onder kinderen, maar ook onder kinderen. Dus het zal wellicht ook tot wat meer besmettingen leiden. Maar als je kijkt naar de aantallen positieve, hè, dus de kinderen worden nu op dit moment heel veel getest in het kader van dus dat bron- en contactonderzoek, al die klassen die in quarantaine gaan, dag 5 testen, et cetera. Dus dat levert heel veel extra testen op. Kijk je nou naar per 100.000 kinderen bijvoorbeeld hoeveel mensen er positief testen, dan is dat nog steeds voor de groep onder de 12, is dat lager dan voor bijvoorbeeld volwassenen 20 tot 30 of 40 tot 50 of wat dan ook. Dus in absolute zin zijn er nog altijd minder besmettingen die gevonden worden onder kinderen dan onder volwassenen. Ondanks dat we die kinderen op dit moment minstens net zoveel testen of misschien zelfs wel meer dan volwassenen. En dat zie je ook terug als je kijkt naar het percentage positieve testen. Dus in elke leeftijdsgroep kun je kijken hoeveel testen zijn er gedaan en welk percentage was dan positief. Dat is onder kinderen het allerlaagst. En dat geeft dus ook aan dat, dus dat beeld dat kinderen toch echt wel minder vaak besmet zijn, dat blijft wat dat betreft wel overeind. Blijft overeind. Maar zoals ik ook wel, maar ja, we testen ook meer. En ik, in vergelijking met zeg maar dit najaar, kan het heel goed zijn dat er toch een toename is in infecties onder kinderen. Vanwege dus het feit dat we nu die Britse variant hebben, die zich toch in groepen waar kinderen bij elkaar komen wat makkelijker kan verspreiden. En dat is natuurlijk wat we hebben op scholen. Nog een korte post-scriptum vraag van Mara. Die lees ik even voor. En die zegt terecht, wanneer komen er zelftesten voor de leeftijd 0 tot 4 jaar? Nou, dat zal dan toch een test zijn, denk ik, die de ouders bij de kinderen gaan afnemen. Er wordt niet een speciale test voor 0 tot 4-jarigen. Nou, zodra zelftesten beschikbaar komen voor de Nederlanders, om het zo maar te zeggen, dan zal er niet een uitzondering zijn dat dat voor jonge kinderen niet gaat gelden. Het is natuurlijk wel zo dat het bij die allerjongste kinderen misschien nog wel ingewikkeld is om die afname te doen. Want je moet dus met dat stokje in eerst in je linker en dan in je rechterneus gaat voeten. Nou, leg dat maar eens uit aan een 3-jarige. Dat is nog wel ingewikkeld. En als je die test niet goed afneemt, is die natuurlijk ook niet betrouwbaar. Hè? Dus dat moet je ook realiseren. Dat is het haalbaar om die hele jonge groep, die 0 tot 4-jarigen, om die op deze manier zelf thuis frequent te gaan testen. Daar heb ik wel mijn twijfels over. Gewoon simpelweg omdat het bij die kinderen gewoon echt wel lastig is om die test op een goede manier af te nemen. Dus ik denk dat voor die groep het testen bij de GGD toch nog wel een belangrijke plaats zal houden. Oké, ik wil u ontzettend bedanken. Het was zeer instructief. Dat blijkt ook uit allerlei reacties op de chat. Dus ik hoop dat u bereid bent over een week of 7 dit nog een keer met ons te doen als de ontwikkelingen daarom vragen. Is dat denkbaar? Nou, dat is zeker denkbaar. Laten we hopen dat het niet nodig is. Nee, Oké. Nou, maar ontzettend bedankt. Dan wil ik Rob ook bedanken, maar ook iedereen die heeft deelgenomen en zulke precieze vragen heeft gesteld. En ik dank Gaël Blok
onze woordvoerder en meedenker die met u in contact is getreden en precies de juiste gevonden heeft. En Pascal van Empel, wiens verkeerde achternaam ik noemde terwijl ik al heel lang met hem werk. Ik haalde een ander erbij. Die facilitair dit altijd voortreffelijk regelt. Dus au revoir allemaal en het allerbeste. En mevrouw Bruining, tot ziens. Ja, graag gedaan. Dag allemaal.